Voor koers 3 spreken met Richard Slijver, dat is de trainer van Final Countdown. Paard komt voor de allereerste keren voor jullie uit. Paard heeft hier al in Groningen een goede koers gelopen, maar heeft ook wat moeite gehad met de start. Vandaag heb jij start nummer 9. Dat lijkt me lastig. Ja, inderdaad. Ik had gehoopt op eerste gelid. Zeker de eerste keer uit. Weet je niet wat je te wachten staat. Maar ja, het is niet anders. We moeten het ermee doen en we zullen het zien. We zullen het zien, maar hoe heeft hij de afgelopen week bij jullie thuis gewerkt? Hij werkte van de week, vond ik hem zelf persoonlijk niet heel goed werk. Daardoor hebben we hem ook veranderd. En ja, ik heb hem nog niet voorgereden en ik hoop dat dat vandaag dat goed komt. Het is dus een beetje vooral afwachten en de eerste keer een beetje voor jullie zelf aanvoelen en kijken hoe het zal gaan met zijn carrière voor de rest. Precies, zo zie ik het ook. Tuurlijk, je wint liever en dat hoop ik ook. Alleen ja, ik hoop dat hij eerst maar rustig in de ronde komt en dat hij goed draaft. Dan ben ik zelf vandaag tevreden. Hopen dat hij dat gaat doen. Succes. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Derde koers, dames en heren, is de slagerij Hilbrands Paterswolde prijs. Geschrapt is paard nummer 8, Lux Valentine. Blijven 10 paarden over, die gaan op dit moment richting startauto. En de favoriet is paard nummer 1, dat is Thelma Lakshmi. Wordt gereden door de kampioen van Nederland, Rick Ebbingen. De auto is op ruim 100 meter van het startpunt. Vijftig meter nog. Start gevallen. Thelma Lakshmi doet wel mee aan het duel om de leiding, maar heel erg hard wil Rick Ebbingen die bocht ook niet opzoeken. Hij ligt nog wel steeds in de voorhoede, maar helemaal aan de buitenzijde komt nu Fly Swageman naar voren. Dat is de snelste op weg naar de eerste bocht. Die duikt ook als eerste de bocht in. Fly Swageman, daarachter op de tweede plaats Thelma Lakshmi. Daarachter aan de buitenzijde volgt King Bantam M. En op de vierde plaats is daar het tweede spoor switched. Nummer 3, galop. Delta Rapida, zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Leiding is daar in handen van Fly Swageman. Fly Swageman maakt een behoorlijk tempo. De anderhalve lengte voorsprong. De start van het veld dus Eclipse die uitgeschakeld is. De andere paarden allemaal in het eerste of tweede spoor erachter. Tweede plaats is voor de favoriet Thelma Lakshmi. En zo gaan de paarden voor de tribune langs. Hebben ze nog één ronde te gaan. Derde plaats King Bantam M. Die wordt al een beetje aangedrukt door Simon Woudstra. Vierde plaats aan de relingzijde is voor André Bakker met Exegent Meadow. Buitenzijde daarnaast volgt Dion Tesla met Delta Rapida. Daarachter aan de relingzijde Final Countdown. Daarnaast in het tweede spoor volgt dan Ebony Twix met John Dekker. En dan zijn we al in de start van het veld. Voorlaatste plaats is op dit moment voor Enrico Star in het tweede spoor. En laatst is Vira uit Grauw. Ze gaan de paarden voor de laatste keer de rechterlijn overzijde in. En Fly Swageman blijft gas geven aan kop. Fly Swageman trekt de kopgroep een beetje uit elkaar. Daarachter op plaats 2 volgt makkelijk Thelma Lakshmi. En die gaat al een half spoortje naar buiten. Daarachter King Bantam M. En de vierde plaats is voor Exigent Meadow. Delta Rapida aan de buitenzijde krijgt het nu moeilijk in het tweede spoor. Daarachter neemt hij ook mee naar achteren. Dat is Ebony Twix, die wordt ook mee teruggenomen. En aan de relingzijde kan u mooi opschuiven. Final Countdown, galoppade van Vira uit Grauw. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. Uitgeschakeld, nummer 10 galop. Leiding nog altijd in handen van Fly Swageman. En die is inmiddels halverwege de laatste bocht. Op de tweede plaats gaat nu langzaam naar buiten Thelma Lakshmi. En daarachter volgt op plaats 3 King Bantam M. Vierde plaats nu voor Final Countdown. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Fly Swageman, gaan ze hem nog achterhalen? Aan de buitenzijde komt de favoriet nu opstomen. Aan de buitenzijde in de kleuren van stalschermen. De man met de gouden helm. Hij is er voorlopig voorbij. Maar daar komen ze aan de buitenzijde ook nog aan. Thelma Lakshmi, helemaal aan de buitenzijde. Final Countdown, die komt aangevlogen. Final Countdown aan de buitenzijde. Daar gaat Slijver. En hij is allemaal voorbij. Final Countdown voor King Bantam M. En de derde plaats voor Thelma Lakshmi. Mooie eindsprint van Richard Usain Bolt.